Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag en wauw, ik zie er fucking brak uit, maar het valt eigenlijk wel mee. Het is bijna 10:30. Ik ben al enige tijd wakker. Ik ben ook al langs de dokter geweest en zo. En ik krijg om 3 uur de uitslag. Dus dat is even afwachten. Ik heb nu pas een bagel in de oven en ik ga zo vegan cheese eten erop, want meer heb ik niet. Dan moet ik eigenlijk eventjes boodschappen gaan doen. Maar ik moet ook mijn huis stofzuigen en de afwas. Dus ik weet nog niet in welke volgorde ik dat ga doen. Maar dat zijn in ieder geval de dingen die ik vandaag moet doen. Ik ben ondertussen een beetje tv aan het kijken. Er is niks op tv, as usual. Maar ik had geen zin om wat uit te zoeken op de computer. En oh ja, ik kan Hex en Bezemstelen gaan kijken. Yes! Maar dan ben ik meteen helemaal niet meer productief. Maar dat maakt niet uit, het is maar 2 uurtjes of zo. Ja, want time is ticking by. Of eigenlijk tikt het dus niet. Er zit plakkerig spul op mijn tafel. Gross. I don't know what it is. Ah, ik doe het met mijn vinger die fucking verwond is. Oké, dingen gaan heel goed hier al. De tafel staat in de fik ook. Nee, grapje. Ik heb dat ding aan. Die lampenberger. Ik moet nog even wachten tot die uit mag geblazen worden. En dan moet ik heel erg nodig plassen. Dan ga ik mijn auto even verzetten. Want de buren willen niet dat wij de auto voor het padje zetten. Dus dat gaan we eventjes fixen dan. En daarna ga ik boodschappen doen met mijn vriend. Want dan is mijn vriend er. En dan gaan we boodschappen doen. En ik heb freaking honger. Ik heb echt niks in huis. Ik dacht, oh, dan eet ik wel zo meteen even wat croissantjes of zo, weet je wel. Want ik was de hele tijd aan het zoeken naar wat ik kon eten. En ik dacht, hey, ik heb niks voor op brood. Dus dan wil ik iets eten waar ik alleen boter op hoef te doen of zo. En toen dacht ik, oh, croissantjes. En ik had ze al uit de verpakking gehaald en ze zaten al in de oven. En toen dacht ik, het zijn roomboter-croissantjes. Dus dat betekent dat er melk in zit. Want boter is gemaakt van melk. Dus that sucks big time. Dus nu heb ik alsnog geen eten. Dus ik denk dat ik gewoon maar weer zo'n koek ga eten. Waar puur chocola in zit en geen melk shit of zo. Dus, Maar ik wil eigenlijk gewoon iets vullends eten. Dat is echt heel erg hinderlijk om niet voorbereid te zijn op Vegan Friday. Want gisteren sloot ik dus af met Vegan Friday. En toen dacht ik, fuck ja, yeah, het is Vegan Friday. En ik heb niks in huis. Dus gelukkig had ik nog 2 plakjes vegan cheese. Maar that's about it. En het is nu al 4 uur. En ik heb gewoon fucking honger. Dus ik ga snel Hex en Bezemstelen verder kijken. Want die was ik aan het kijken terwijl ik mijn make-up aan het doen was. En die duurt volgens mij nog 1 uur. Maar voor de tijd is mijn vriend er gelukkig al. En dan gaan we meteen aan boodschappen doen. Heel gevaarlijk met honger. Maar goed, het moet. Dit is de dinner van de avond. Met mijn superveel appelmoes hier al. Ik heb een vegan schnitzel. En ik heb de aardappeltjes die ik altijd standaard maak. Maar ze zijn wel super crunchy dit keer. Dus nice. Hallo, ik zit in de auto met een tv op mijn schoot. Want ik ga mijn tv omwisselen met mijn moeder. Volgens mij had ik dat al wel eerder verteld dat ik dat ging doen. Maar mijn moeder is het weekend weg. Dus en we willen morgen film kijken. Oh, waarom gaat hij nou weer uit? Zo gaat hij tenminste weer aan. Ja, gaan we het nu eventjes omwisselen. En het is ondertussen 9:30 op vrijdagavond. Mijn nieuwe tv staat er geïnstalleerd en wel. Oh yeah, Kevin Spacey die zit eventjes mee te koekeloeren. Maar het ziet er echt een stuk beter uit. Alles is mooi, clean, black, you know. Black on black on black. Net als ik. En ja, alles werkt. De HDMI-kabel deed een beetje tricky. Eerst wou hij het niet doen, maar we hebben het gefixt. Zo, A-okay. Good evening. Wij zijn klaar met tv kijken op de new television. Ik had nog een keer Hex en Bezemstelen. Of nou ja, nog een keer. Ik had het nu pas afgekeken. Ik ben echt letterlijk de hele dag al bezig. Proberen die film af te kijken, maar er komt er steeds niet van. Maar nu is hij eindelijk afgelopen. Iemand wil slapen. Want ja, het is al bijna 12 uur. En dat kan natuurlijk niet. Hallo? Oké, hij is knock-out.
Ik ga me in ieder geval klaarmaken voor bed. En dan ga ik nog even wat Tsum Tsum spelen in mijn bed waarschijnlijk. En dan ga ik slapen. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker!